algen is dat algen zijn heel klein en ze groeien heel snel en hebben ook minder ruimte nodig. En als je dus met biofuels bezig bent, met energie bezig bent, maar ook met voeding. We hebben en energie nodig, we hebben en voeding nodig. En algen kunnen beide doen. En algen doen ook beide, dus als je biofuels maakt, olie uit algen haalt, dan hou je ook eiwitten over. Er zijn een paar onverklaarbare dingen, ja. Maar waarschijnlijk als het ergens richting een artikel moet, om een afgerond stukje te krijgen. Nog 4 weken en dan. Het grootste probleem is water, omdat de concentratie aan biomassa, aan algen en water, dat die vrij laag is. Dus je bent eigenlijk heel veel water aan het transporteren. Dat geldt voor het reactorsysteem. Je moet heel veel water rondpompen en dat kost heel veel energie. En uiteindelijk moet je die biomassa uit het water halen, moet je afscheiden. En dat wordt nu traditioneel met centrifuges gedaan. En dat kost ook heel veel energie. Het probleem van CO2 is dat het op een bepaalde plek geproduceerd wordt en op een andere plek gebruikt wordt. Maar op zich kan je veel CO2 vastleggen met algen. Per kilogram alg die produceert, fixeer je 1,8 kilogram CO2. We kunnen nu geen demonstratie maken. Nee. Kunnen we dat? En het tweede differentiator, het tweede verschil, is de geïntegreerde controlesystemen die alle groeiparameters optimaal meten en beheersen. Als je dat volume hebt, dan gaat de verkoop vanzelf, want er is gewoon vraag naar olie. En omdat wij als ingrepen natuurlijk ook heel goed weten wat we met die restproducten kunnen doen. We ontwikkelen eigen diervoeder, zitten heel dicht bij de visvoederindustrie en dergelijke. Ja, dan kunnen we dus ontzettend goed dus die eiwitten die overblijven ook waarderen, waardoor dus die olie nog goedkoper op de markt kan.